Dr. Hovema, wat is volgens u het belang van het volgen van deze opleiding voor professionals, voor therapeuten? Van belang is dat mensen weten wat diabetes is, wat de effecten zijn van lichamelijke beweging op diabetes. Mensen in deze cursus ook een stuk informatie krijgen over medicatie die bij diabetes wordt gebruikt. De risico's van die medicatie met betrekking tot die diabetes. En vooral ook belangrijk is om te weten wat de effecten zijn van die medicatie op eventuele activiteiten. En andersom activiteiten voor een effect kunnen hebben op de medicatie van de patiënt. Uiteindelijk is ook het doel om mensen informatie te verschaffen over waarom het nou zo belangrijk is om te bewegen bij mensen met diabetes. En wat de risico's zijn en waar je met name op moet letten als professional. Of voor eens aan de slag te gaan met iemand met diabetes en allerlei medicatie. Allereerst is het belang dat je gevoeligheid van insuline toeneemt. Dat daarmee de diabetesregulatie kan verbeteren. Dat tegelijkertijd onder invloed van een verandering van niet alleen leefstijl, maar ook voedingspatroon, de mogelijkheid bestaat om gewichtsreductie te bewerkstelligen. Wat uiteindelijk weer resultaat heeft in minder medicatie en mogelijk ook minder hart- en vaatziekten. En uiteindelijk psychisch welbevinden van de patiënt ook is een belangrijke factor waarom bewegen voor die mensen belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten wat het effect is van verschillende onderdelen van de voeding, zoals eiwitten, vetten, koolhydraten. Wat het effect daarvan is, enerzijds met betrekking tot verbranding, vertering. Anderzijds, wat kan het effect zijn op lange termijn? En dan met name ook in relatie tot lichaamsbeweging en dat soort zaken. En ik denk dat het belangrijk is dat je dat goed leert. En dat je in ieder geval weet wat de effecten kunnen zijn. Zodat je niet achteraf overvallen wordt met allerlei bijwerkingen. En patiënten gedemotiveerd naar de cursus gaan en vervolgens stoppen met de cursus. Belangrijk is dat bewegen sowieso belangrijk is dat patiënten dat blijven doen. Dat betekent dat 12 weken natuurlijk geen programma is. Dat is een onderdeel van een programma wat eigenlijk levenslang moet zijn. Waarbij ik denk dat het verstandig is om periodes van 3 maanden te pakken, waarbij je 3 maanden bij wijze van spreken intensief, dan vervolgens meer het heft aan de patiënt zelf gaat doen, maar nog wel steeds in begeleiding doet en dat soort zaken. En uiteindelijk na een jaar de patiënt het helemaal zelf ook moet kunnen. Dus u vindt dat een programma een jaar moet duren? Minstens. Wat wil je weten, Carl? Wat ik ervan vind van de opleiding? Tot nu toe. Nou, de opleiding is nog niet afgesloten. Klopt. Maar wat ik wel zie, dat je begint met een stukje theorie. En ik zie langzaam maar zeker dat dat een mooie vertaling krijgt naar de praktijk. En dat is iets wat ik zeer zinvol vind, met name voor diabetes. Je hebt daar toch met mensen te maken die individueel hetzelfde probleem hebben, maar individueel toch anders zijn. En jullie daarmee omgaan, hoe je dat vertelt, ja, daar steek ik zeker wat van op. Ik ben er blij mee. Ik heb voor mezelf het idee een goede keuze gemaakt. Hè. Ja, dus zinvol. Ja. Zou het andere collega's aanbevelen? Ja. Leerzaam, ja? Leuk en veel spierpijn gehad. Wat heb je het meeste geleerd? Wat is voor jou zinvol? Voor mij is het belangrijkste hoe ik die programma's op moet stellen en wat ik met mensen doe, met oefeningen. Dat ik nu ook weet waarom ik iets verander en waarom iemand zoveel herhalingen doet met zoveel gewicht. Oké. En dat voel ik mezelf dan ook zeker erbij als ik dat cliënten aanbied. Nou, ik vond het een leuke cursus en hij was heel veelzijdig. Hij is heel volledig. Jullie item, echt alles wat je eigenlijk moet weten om te kunnen starten. Dat vind ik positief van deze cursus. Vaak krijg je een heel klein stukje en dan moet je wel heel veel uitzoeken. En dat was bij deze niet zo. Goed, naar mijn zin gehad. Vond het erg leuk. Ik vind het vooral leuk de combinatie tussen theorie en praktijk. Ik heb geen saaie dagen gehad, maar lekker bezig geweest. En iedere week dan ook weer meteen proberen het in de praktijk kleine dingetjes alvast mee te nemen. Dus ja, erg leuk. Ik vond het prima. Vooral de praktijklessen hebben me heel goed gedaan. En ik kan er elke dag gebruik van maken. Mensen met krachttraining worden meer bewust van hun lichaamsfunctioneren. Nou, die verbetering en die stofwisseling kun je eigenlijk bij elke aandoening toepassen. Dus ik heb er eigenlijk elke dag plezier van. En ik ben zelf wel een stuk fitter aan het worden. Okay. Dus, en wat voor setting werk je zelf? In een particuliere praktijk.
en met twee mensen. Okay. En ik heb al wat diabetes patiënten aangesproken en die hebben direct succes met die krachttraining. Okay. En wat mij eigenlijk schortte was krachtoefeningen. En nu heb ik een dot aan oefeningen erbij. En ik elke dag, en ik train zelf mee. Dus ik word ook elke dag fitter. Ja, heel leerzaam. Heel leerzaam. Grenzen. Ik heb grenzen moeten verleggen voor mezelf. Dat kan nooit kwaad. Hoe ging het hier? Ja, komt goed. Ja? Ja. Vaak gedaan of niet? Nog nooit gedaan, nee. Oké. Okay. Nee, maar ik ben meeslepend. Ja. Ja. Ik voel jouw spiertje in je lijf, hè? Ik voel alles branden. Dat moet, hè? Okay, maar wat heb je ervan geleerd? Wat was het leermoment voor jou? Doorgaan. Als je lijf zegt stop, doorgaan. Omdat jij maar weer een blij liedje zingt of zo. Oké. Okay. Dus je hebt misschien wat positief meenemen doet, hè? Heel erg. Ja. Oké. Okay. Dat is heel belangrijk om door te gaan. Ja. Ja. Okay. Ik heb ontzettend veel geleerd. Goed. Wil je geen oefeningen? Ook goed. Het was even coördinatief een beetje moeilijk als het zwaar werd. Ja. Maar het is wel leuk om te zien dat je met weinig materiaal zoveel kan doen. Ja. Dus dat was voor jou een eye-opener? Ja. Oké. Okay. Ja, mooi. Leuk. Werk je al met training? Met mensen met diabetes? Nee, we hebben pas een half jaar een grotere ruimte ter beschikking. Dus we doen wel wat oefengroepjes, maar die zijn niet specifiek voor diabetes. Okay. Er zitten wel diabetespatiënten tussen, dus... En dat ga je nu opzetten? Ik weet niet of we echt diabetesprogramma op gaan zetten, maar je kan hier natuurlijk toch wel wat mee. Ja, je kan hier natuurlijk alle kanten mee. Ja. 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 En dan kan je die mensen toch wel adviezen geven om je helpen. Ja. Adviezen kan niet, hè? Je moet een programma hebben. Ja, gericht, hè? Gericht, ja. Ja. Ja, ja. Vind je het een zinvolle opleiding tot nu toe? Ja. Ja. Alles van diabetes erbij is natuurlijk wel fijn. Ja, helemaal niet. Oh, ik heb net al mijn spieren. Ja. Maar zijn de processen nu duidelijker voor je? Ja. Ben je beter in staat om mensen te begeleiden naar de opleiding, vind je? Denk ik wel, ja. Ja. Ik weet in ieder geval welke kant ik op moet. Ja, ja. Oké. Okay. Dus. Het is wel zinvol, de opleiding. Ja, zeker. Zou je het andere mensen aanbevelen? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik heb een praktijk waar we met vier mensen werken. Mm-hmm. Twee kinderfysiotherapeuten, twee algemeen fysiotherapeuten. Ik heb zelf een sportfysiotherapeut achtergrond, manuele therapie gedaan. Ik ben mede-eigenaar van een sportcentrum. Om de omvang daarvan aan te geven, ongeveer 1500 leden. Dus zeg maar een middelgroot sportcentrum, waarbij ik ontzettend hamer over op professionaliteit. Dit is een poot die ik probeer onder te zetten, omdat ik denk dat daar ruimte voor is. Omdat ik de faciliteiten voor heb en omdat ik het ook leuk vind om te doen. Maar aan de andere kant moet ik natuurlijk ook weer het bedrijf als zodanig in de gaten houden. Het bedrijf moet daar wel door gezond blijven, zeker sterker worden. Maar achteraf de cursus, totaal? Leuk. Zeker wat opgestoken. De manier van denken bevalt me zeer. Dat ik van tevoren heb naar gekeken, heb ik al eerder aangegeven. Dat zeg maar de vertaling van theorie naar praktijk, die bevalt me. Omdat er vaak veel gepraat wordt, maar niks gedaan. En ik ben toch iemand die praat en op een gegeven moment zegt, oké, dan gaan we het nu een keer doen. Nou, dat vind ik hier wel terug. Dat vind ik prettig. Ja? Oké. Okay. Goed. Okay. Nog nooit eerder gedaan en ik dacht dat ik er een bloedhekel aan zou hebben. Eigenlijk vind ik het wel leuk. Ja. Ja, tof, hè? Dank je. Ja, ik zou het graag willen lezen. Alleen als ik het niet heb, kan ik het niet lezen. Jammer. Is het leuk?